We zijn vandaag op pad om chauffeurs te vragen naar hun werkplezier. De vraag voor vandaag is, waar krijg jij plezier van? Dat is hartstikke leuk. Je ziet verschillende mensen, dat is hartstikke leuk. Verschillende collega's werken mee samen. Mm-hmm. Ook buitenlandse collega's waar je mee samenwerkt. Ja. Je ziet allerlei soorten spullen. Mm-hmm. Soms zijn er zeldzame dingen. Dat is allemaal van het wel leuk. De goede omgang met klanten. Daar blijft het dan het mooiste bij. Zorgen dat je een leuke tijd hebt. Ook al ben je maar een half uurtje met elkaar aan het praten. Ja. Dat is toch wel het mooiste. Ja. Het is nooit hetzelfde. Altijd verschillende adressen, je weet nooit waar je komt. Nou, sowieso hebben we onderling best wel veel lol. De rit naar de klant toe kan soms 2 uur duren, dus dat is ook altijd. Er komen alle leuke verhalen, wat je hebt gedaan op het weekend of dat soort dingen. Dus, ja, dat vind ik sowieso een leuk begin van de dag altijd. Het centrum en de andere keer staan we gewoon op een industrieterrein. Of bij een half een cruiseschip te voorraden, bij wijze van. Eén telefoontje kan je overdag omgooien. En dat vind ik wel leuk. Ik hou ervan dat het maar een beetje hectisch is. En, afwisselend. Alles goed verloopt, zoals ik het gepland heb. Alle afspraken goed worden nagekomen. Dan heb ik wel naar het gewoon, ik stap in en ik ga gewoon rijden. En natuurlijk het leuke werk, dat is als je verdere ritten hebt voor ons. Contact met collega's vind ik ook belangrijk. Het is nu wat minder vanwege de coronaperiode, maar ja. Daar hou ik ook plezier in. Ja. Ja.